heb gebeld. Er zijn er dus wel twee op voorraad, maar die stonden dus niet waar ze moesten staan. Het is zondag. Ik had de vlog nog niet geopend, want het is echt zo'n mom life dag. Elke keer ruim ik de kamer op en dan draai ik me om en dan is het weer zo echt top. Bas was hier ook net nog even, maar die is nu weg. Marco gaat naar de gamma nog dingen halen voor de bouwer die daar gaat. Goedemorgen! Nou, het is al middag. Goedemiddag! Mag ik het zien? Nou, jij gaat eerst maar nog even wat eten. Zal ik een monkey plant voor je maken? Ja. Ja? Ga ik dat doen voor jou. Jee, Marco is plinten aan het halen. Of nee, niet de plinten, die hadden we al de verstekbak. Dan kunnen de plinten binnenkort in de kamer. En die is gelijk aan het kijken voor een vensterbank. Dus ik hoop dat dat allemaal snel geregeld is. Oh, ik word gebeld. Nou, de vensterbanken die we wilden, die zijn niet op voorraad. Terwijl ze eigenlijk wel op voorraad zouden moeten zijn. Maar ik ga dus heel even bellen. Want ik zag, als je ze online bestelt, dan betaal ik echt belachelijk veel verzendkosten bij de gamma. €40. Hoe wie verzint dat echt? Terwijl Marco er eigenlijk elke dag zo goed als langs rijdt. Dus ik denk, ik ga gewoon kijken of ze intern kunnen bestellen. En dat hij ze dan gewoon kan ophalen. Want ja, €40, ik vind het gewoon te belachelijk voor worden echt. €40, wie verzint dat? Ik heb gebeld. Er zijn er dus wel twee op voorraad, maar die stonden dus niet waar ze moesten staan. Die zijn apart gezet voor morgen. Dan kan hij ze ophalen. En dan moet er nog één bij besteld worden. Of die komt dan binnen. Maar die halen we later. En hij rijdt er gelukkig heel vaak langs. En ik heb net de kamer opgeruimd. En Sarah is nu net naar zwemmen gegaan met oma. Die gaat even extra oefenen voor de zwemdiploma. En de kamer is gewoon echt... Het is weer ontploft. Echt, ik wil het er niet eens over hebben. Dus ik had net thee gezet. Ik ga eerst mijn thee drinken. En dan ga ik het gewoon maar weer opruimen. En toen kreeg ik net echt zo'n verschrikkelijke hoofdpijn. Dus ik heb even kussen, wat leutje op het gepakt. En ik ben even op de bank gaan liggen een tijd. En het is nu al een stukje minder. Maar net ging ik heel even lopen en dan wordt het wel weer erger. Ik moet nog een bakje en een beker voor Sarah klaarmaken en zo. Ik had de gymtas trouwens vanmiddag al gedaan. Vanochtend ergens, weet ik veel. Dus dat is gelukkig wel allemaal gedaan. Dus het enige wat ik moet doen is bakje en beker. Want ik haat het als ik dat in de ochtend moet doen. We zijn nog niet zo sterk in de ochtenden. Oh, ik heb echt nog geen zin om naar bed te gaan. Maar ik heb hier net ook heel veel mijn ogen dicht gehad. En dat hielp ook niet echt heel erg. Dus ja, ik hoop gewoon... ik heb net wel even een bijstilletje ingenomen. Dus ik hoop dat het zo even wat minder is. Zo, en toen trok ik het niet meer van de hoofdpijn, dus ik ga mijn make-up eraf halen, tandenpoetsen, gezicht wassen en mijn bedje in. Echt, ik ben er zo klaar mee voor vandaag. Ik wil je wel bedanken voor het kijken en ik hoop dat ik je morgen weer zie. Doei doei!